Ik ben Tom, fanatieke pâtébezoeker. Ik ga het liefst naar Utrecht, Pathé Leidsche Rijn. Dat is een mooie nieuwe bioscoop, staat er nu pas een paar jaar. En ze hebben daar twee fantastische zalen waar ik het liefst naartoe ga. Dat is de Dolby Atmos zaal, zaal 1, met fantastisch beeld en geluid. En natuurlijk heel graag, omdat ik ook niet vaak stil kan zitten, naar de 4DX zaal. Gemiddeld kijk ik 100 films per jaar bij Pathé. Nou, ik hou in een lijstje bij naar welke films ik ga sinds dit jaar. En ik heb een ander lijstje gehad van juli vorig jaar. En op basis daarvan tel ik het uit. Mijn beste herinneringen aan Pathé, dat is de marathon van Marvel. Dat was in Infinity War met Endgame. En dat was in de grootste zaal bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn. En die zat gewoon helemaal vol met Marvel-fans. Wat de sfeer super gezellig maakte. Dus we lachten allemaal op de juiste momenten. Iedereen was ook stil op de spannende momenten. En dat was echt zo fantastisch. Het meeste kijk ik uit naar Black Widow. We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Omdat Natasha die speelt al langer mee in een aantal Marvel-films. En ik ben wel heel benieuwd naar haar geschiedenis. Dus het is eigenlijk een hele mooie film die aansluit bij de bestaande verhalen. Omdat je daarvan de aantal karakters ook al de geschiedenis weet. Mijn ultieme filmtip voor thuis is The Joker. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Ik vind The Joker een fantastische film, omdat je namelijk ziet hoe hij helemaal psychisch verandert naar iemand die het niet heel goed heeft. Naar iemand die zijn gekke gedachtegang gewoon steeds vaker toepast en steeds meer, ja, scheid heeft aan anderen.